In dit project gaat het over mensen die eigenlijk een hele hobbelige weg in hun leven hebben afgelegd. Zou zo'n project ook werken rond kleinere levensverhalen? Ja, denk ik wel. Kijk, hier waren het de zeven werken van barmhartigheid als uitgangspunt. Dus dan kom je sowieso, hè, als het gaat over de doden begraven of de naakte kleden, kom je sowieso bij daklozen terecht, bij mensen met een heftig verleden. En dat moet je ook schilderen. Je begint dan in het verhaal van, daar kom ik vandaan en hier ben ik nu. En in dat verhaal zit heftigheid. Maar ik geloof dat in alles een verhaal zit. En in alles, in elk leven zit een lied. Alleen je moet het zoeken. En het is eigenlijk wel een goed idee. We gaan nu beginnen aan een tweede reeks. En dat gaat eigenlijk alleen maar over wat is thuiskomen. Dus ik ga dan praten met een monnik, ergens op Schiermonnikoog. Of met een heel idealistisch meisje die in vluchtelingenkampen heeft gewerkt en die architectuur heeft gestudeerd en die echt in de praktijk probeert te brengen hoe je mensen die op de vlucht zijn toch een gevoel van thuis kan geven door de ruimte die je om ze heen bouwt. Tot een vluchteling uit Jemen of een jongen die in de verslaving terecht is gekomen en die uit een heel net goed gezin komt. Die verhalen zijn al kleiner. En dan kan ik in de song kan ik naar een iets grotere gedachte gaan. Want ik geloof eerlijk gezegd dat die verhalen die ik nu gedaan heb bij Serenade, die moest ik vaak klein houden. Omdat ze zo heftig waren. Hè, zelfs bij Astrid in die rolstoel is het gewoon maar leer mij om te dansen als ik niet meer kan bewegen. Leer mij om te doen wat ik niet kan eigenlijk. Hè. Dus ik hou het heel klein. Terwijl ik denk als ik met een monnik op Schiermonnikoog ga praten en die komt uit mijn geboortejaar, dus we hebben een verschillende weg afgelegd, ja, dan gaat een fantastisch gesprek worden over keuzes die je maakt. Hij gelooft dat je niets nodig hebt en dat vind ik een hele schone gedachte, maar ik kan het niet in praktijk brengen. Weet je, ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Dus daar kun je door van een kleiner verhaal te gaan, wat misschien een heel geruisloos leven is geweest, daar zitten soms dan veel grotere thema's in, vreemd genoeg.